Meneer Wintjes, goedemiddag. Ik wil het graag even met u hebben over een van de kleine ergernissen die we in Nederland hebben. Het zwerfafval op straat. U heeft als ondernemersorganisatie met het Rijk en de gemeente afspraken gemaakt om dat probleem aan te pakken. Maar waarom bent u daar nou als ondernemersorganisatie bij betrokken? Enige tijd geleden, in de tijd nog van meneer Pronk, zijn er afspraken gemaakt. De minister van Milieu toen. Exact. Afspraken gemaakt tussen het bedrijfsleven en alle andere betrokkenen over het onderwerp zwerfafval. Het werd beschouwd, en dat is naar mijn smaak terecht, als een breed maatschappelijk probleem. Het heeft te maken natuurlijk primair met degene die het veroorzaakt. De consument, de burger die het zwerfafval op straat gooit. Maar goed, wij als bedrijfsleven kunnen ons ook bezighouden met de techniek van de verpakkingen om te voorkomen dat er dus zwerfafval ontstaat. Het is een algemeen maatschappelijk probleem toen geworden. Het feit dat er dus afval uit het raam van de auto of gewoon op straat gegooid wordt, is niet veroorzaakt door de producent van de verpakkingen. Er is nog nooit een producent van verpakkingen geweest die gedacht heeft dat zijn blikje uiteindelijk weggegooid zal worden vanuit een auto of door een burger. De veroorzaker is uiteraard de burger, degene die het verpakkingsmateriaal op straat gooit. De tweede veroorzaker, vind ik, is de overheid, die tot nu toe nul heeft gehandhaafd. Geen maatregelen nemen als er iets. Het is toch vanzelfsprekend. We zijn allemaal normale mensen. En als je geen handhaving hebt, dan gebeuren dingen minder makkelijk dan wanneer je wel handhaaft. Als morgen door rood rijden niet meer strafbaar wordt, ben ik van overtuigd dat een groot deel van Nederland door rood rijdt. Nu komt er een impulsprogramma. Maar wat gaat er nou gebeuren? Ja, we hebben heel concreet met de staatssecretaris van Geel, met de heer Deetman als voorzitter van de VNG, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, hebben we afspraken gemaakt waarbij wij gezegd hebben, we zijn bereid om met onze leden samen te zoeken naar mogelijkheden om de verpakking te beperken. Technische ontwikkelingen, andere materialen, kleinere materialen, etc. We zijn ook bereid om daar ook geld in te stoppen. Hoeveel geld? Nou, het gaat toch om een bedrag van ongeveer 11 miljoen euro voor drie jaar, de komende drie jaar. Dus 33 miljoen euro, een groot bedrag. Maar onder voorwaarde dat de gemeentes ook echt gaan handhaven. Dat er nu echt eens een keer een bekeuring uitgedeeld wordt wanneer mensen dus afval op straat gooien. Vijf jaar geleden zijn er ook afspraken gemaakt over het terugdringen van het zwerfafval. Dat zou met 45% verminderd worden. En dat is niet helemaal gelukt. Waar lag dat aan? Nou, ik denk het belangrijkste is wederom handhaven. Kijk, als er niet van de kant van de overheid inspanningen gepleegd worden om de mensen die hun afval op straat gooien. Dat kan zijn bij een benzinestation, dat kan zijn bij een fastfoodrestaurant, et cetera. Wanneer die handhaving niet gepleegd wordt, dan haal je je targets niet. Wij hebben van onze kant ook de afgelopen jaren veel geld gestopt in de stichting Nederland Schoon. U kent de reclamespots, u kent de bakken die overal buiten staan. Maar het ontbrekende element, handhaving, moet nu in de komende jaren wel gebeuren. En dat gaat echt gebeuren. Wat is de garantie dat het nu wel lukt? Er was nog een discussie, die loopt volgens mij nog steeds. Hoewel ik hoop dat die binnenkort voorbij is, tussen de gemeentes en zeg maar het kabinet. Wie de opbrengst krijgt van de boetes bij bestuurlijke handhaving. Ja. Dat was in het verleden, was dat zeg maar het Rijk, dus meneer Zalm. En de gemeentes zeggen, en daar kan ik me iets meer voorstellen. Op het moment dat wij de kosten maken voor de handhaving, wij mensen aan het aannemen om bekeuring uit te delen, vinden we ook dat wij de opbrengst van de boete moeten hebben. Daar zijn we voor, maar dat is meer een discussie tussen gemeentes en Rijk, waar wij in principe buiten staan, maar wij begrijpen wel dat de gemeente dat erg belangrijk vindt. Maar dat betekent dus dat de Stichting Nederland Schoon zich in 2009 mag opheffen? Ik hoop het wel. Er zijn voorbeelden overal in de wereld. Kijk maar naar Singapore, kijk maar naar New York, waar juist Londen is nu ook een goed voorbeeld aan het worden. Waar juist de samenwerking tussen gemeente, met de politie, maar ook een stuk inzet van bedrijfsleven, geleid heeft tot echt schone steden. En ik denk dat wij in Nederland in 2009, mits nogmaals alle partijen echt meedoen, ook een soortgelijke situatie zouden kunnen bereiken. Meneer Wintjes, dat is een mooi vooruitzicht. Hartelijk dank voor dit gesprek. Dank u wel.